toen kreeg ik, de middag dat hij online stond, van Leon een berichtje met: wat doet dit frame in dat intro? Yes, but everyone is not me. Not me. Van alle waarnemingen is ongeveer 90% onbewust en 10% bewust. En de meeste mensen die reclame maken, die richten zich op het 10% bewuste in je. Die zeggen bijvoorbeeld: wil je abonneren? Of wil je een like doen? Of koop dit? Maar er zijn ook mensen die adverteren op de 90%. Het onbewuste gedeelte. Hoe kan je onbewust iemand ergens toe zetten zonder dat hij of zij dat zelf doorheeft? Iedereen kent wel ongeveer die uitspraken zoals: als je 's avonds voor het slapen je woordjes voor Engels nog even doorneemt, dan kan je ze de volgende dag een stuk beter reproduceren dan als je het bijvoorbeeld 's ochtends vroeg doet. En dan zijn er mensen die dat geloven, mensen die dat niet geloven. Maar dat heeft dus ook te maken met het onbewuste deel. Kan je onbewust op een bepaalde manier iets leren? Kan je onbewust beïnvloed worden? In Nederland heb je natuurlijk ongeveer de manier van influencers die zeggen: oh, ik vind deze Nike schoenen zo geweldig, koop ze allemaal. En zo, nee, die koop ze allemaal dan niet. Maar als we zeggen: ik vind iets zo geweldig, dat je kijkers dan het ongeveer ook zouden kopen. Maar subliminale advertenties, waar deze video over gaat, zijn advertenties die eigenlijk in één frame tussen een video doorkomen. Die bijvoorbeeld zeggen: eet popcorn of drink cola. En dat dan blijkt dat mensen na afloop van het zien van zo'n film eerder popcorn en cola zouden kopen, in plaats van dat ze dat niet zouden doen of iets anders zouden halen. En dat is ongeveer het hele idee achter subliminale advertenties. En dat is een enorme complottheorie, omdat er dus bepaalde mensen zijn die echt geloven dat je mensen daar volledig mee kan beïnvloeden. En andere mensen zeggen: ja, dat is juist volledig onzin. Rond 1957 heeft de CIA deze boodschappen onderzocht. Dus als je dacht: het is best wel een saaie aflevering, nou, het is best wel interessant. En de CIA heeft daarna verboden om subliminale advertenties daar gebruik van te maken. Dus je mocht niet in een bioscoopfilm in één frame er eet popcorn of drink cola tussendoor gooien. Als de CIA dingen verbiedt, ben ik altijd de eerste die denkt: wat zit erachter? En zeker in zo'n serie als complottheorieën. Dus ik vond het op zich wel erg interessant. In Nederland is blijkbaar dus ook het gebruik van subliminale advertenties verboden, om er dus in één frame een boodschap door te gooien. Maar bovendien vraag ik me ook altijd af in hoeverre het echt werkt. Want het idee is dus dat je hersenen het wel waarnemen, maar dat je het eigenlijk niet gezien hebt. En dan ken ik bijvoorbeeld hele grote YouTubers hebben wel eens dat ze hun editor er in een split second een tekstje in laten gooien. En dan moet je in de reacties beneden zetten wat dat tekstje was. En dan gaan mensen op 0,25 snelheid dat tekstje proberen op te zoeken op precies hetzelfde moment stil te zetten. En dat soort dingen. Dus op zich, ik heb altijd het idee alsof je dat tekstje wel ziet. Zo had ik bijvoorbeeld een keer een video waarin ik een intro had gemaakt wat helemaal zwart-wit was. Alleen door één fout in mijn render was er één frame in kleur. En dat frame die had ik er per ongeluk ergens onder staan, was helemaal niet mijn bedoeling. Maar in ieder geval één frame in kleur. En toen kreeg ik, de middag dat die online stond, van Leon een berichtje met: wat doet dit frame in dat intro? Die had het op 0,25 gezet en gezien dat er een frame in staat. En die dacht meteen: hey, ik ben dit bewust. Ik vraag aan Harmen wat dit is. Dus op zich denk ik dat als ik er in plaats van het kleurenframe een eet cola of drink popcorn in had gegooid, dat ook had kunnen werken. Het programma Mindfuck van Victor Mitz, die heeft een keer een aflevering gemaakt waarin hij een filmkenner uitnodigde. En toen moest die filmkenner allemaal keuzes maken. En uiteindelijk uit al die keuzes zou een film komen. Een soort trailer worden gemaakt. Dus moest hij kiezen tussen: wil ik een ridderfilm of een moderne film, een bankoverval, dit dat. En uiteindelijk was het idee dus dat hij van tevoren al precies wist welke keuzes de filmmaker zou maken. Doordat hij overal in het gebouw dingen had opgehangen die eigenlijk zijn keuzes onbewust zouden beïnvloeden.
Ik moet zeggen dat ik bij Mindfuck altijd sowieso mijn twijfels heb. Ik geloof dat programma bijna nooit. Omdat ik gewoon denk dat het meeste gesneden koek is. En dat ze het ons maar doen laten geloven. Maar op zich vond ik die wel interessant. Maar ja, nog steeds. Als je een beetje zoekt op subliminale advertenties op het internet, dan vind je eigenlijk alleen maar het voorbeeld van popcorn en cola terug. En verder eigenlijk niks. En verder dat het overal verboden is. Dat het verboden is in Nederland, Australië en in Amerika. Dus ja, het is gevaarlijk, maar we weten niet of het werkt. Het is verboden zonder dat we weten dat het werkt. En als het werkt, mag het niet. Het is een beetje raar. Maar in ieder geval best wel interessant. En verder weten we in Nederland natuurlijk wel dat influencing, wat is dus zeggen van, oh, ik ben zo tevreden met deze prachtige tas. Ik vind het echt zo'n geweldige tas, dat dat de kijker zou beïnvloeden om de tas ook te kopen. Ook daar twijfel ik over. Ze zeggen altijd dat een kind een soort brein heeft die daar gevoelig voor is. Maar ook zelfs dat weet ik niet of dat überhaupt echt werkt. Maar influencers krijgen er duizenden euro's voor betaald om met een bepaald horloge op hun Instagram te verschijnen. Terwijl ik niet geloof dat ook maar één van de kijkers zomaar denkt van, oh, doordat zij dat horloge om heeft, moet ik hem ook hebben. Dus ja, bestaan subliminale advertenties? Blijkbaar. Is het verboden? Blijkbaar. Geloof ik erin? Nee. Is het gevaarlijk? Volgens mij niet. Ja, dat is ongeveer de conclusie van deze aflevering van Complottheorieën. Binnenkort weer gasten. En dan zie ik jullie allemaal weer bij een volgende aflevering van Complottheorieën. En komende vrijdag een speciale aflevering van Frodo Reageert betreffende het achtste seizoen van Homeland.